komt Gary Gijzer in de binnenbocht. Nog altijd zeer krap, zonder in enkele misslag. En we zijn uitermate benieuwd wat de tijd is. 1.31, 1.32.6. En ze is de snelste. Ze is de snelste. Ze is de snelste. Ze heeft goud. Ze heeft goud. Ik schreeuw het uit. Gary Gijzer heeft goud. Dat is hem. Dat is hem. Bent u er trots op? Ja, natuurlijk. Ja, nog steeds. Dat heeft natuurlijk wel te maken met een deel van je hele leven natuurlijk. Hè. Het komt altijd weer terug. Wat ik me altijd heel goed herinner is dat ik voor de wedstrijd in de kleedkamer lag op een bank. En toen dacht ik bij mezelf, ik stop ermee. zo gespannen. Kijk, als je eenmaal start, dan is het weg. Dat is heel raar. Dan ga je er gewoon voor. Gaat alles vanzelf. Dan gaat alles vanzelf. Nou ja, moet ik eventjes kijken van die Olympische Spelen dan, in die periode. Ja, ik heb prinses Beatrix en Klaus, die waren er toen ook. Maar het was wel leuk, die waren precies op de twee dagen dat ik dus ook schaatste. Dus de eerste dag heb ik, kijk, hier zaten ze op de tribune. Niemand verwachtte dat ik dan wat zou winnen eigenlijk op dat moment. En nou ja, goed, kijk, je hoopt zelf altijd. Verwachten doe je niks, maar je hoopt dan altijd. En, maar ja, omdat ik wel in goede vorm was, ik denk, nou ja, er is altijd een kans natuurlijk. Nou ja, dat is dan ook gelukt. Ja. Het is gelukt.